We zitten hier in het museumwinkeltje aan de Jacob Gatstraat. Het is open dag. Hier zit een geestelijke gestoorde die behandeld wordt. Deurknoppen uit de oude woningen. Potjes en pannetjes. Heb ik het mis? Heeft u haast? Ik kom meteen naar boven naar het museum. Hier staan de oude wetse apparatuur. Dit is de vergaderzaal waarschijnlijk. Een oude foto van de Jacob Katstraat. Hier is de oude Noordsingel. De Zwaanschot. Dus u kunt naar boven, ik ga die fiets er even uitgooien. Is het alleen dit huis, hè, mevrouw? Ja, en hiernaast, het is een jaar 50-60 woning. Hiernaast? Nee, dat laat ik u wel zien. Ja. Maar u kunt eerst, zal ik die fiets er even uitgooien, dan kunt u er lekker bij. We komen net uit de gevangenis. Kijk, hoe was het? Hoe lang heeft u daar gezeten? Anderhalf uur hebben we rondleiding gehad. Anderhalf uur hebben we rondleiding gehad. Ja, het is wel bijzonder om te zien, hè? Ja, het is heel groot hoor. Er zaten 500 gedetineerden. Dit is de Pijnakkerstraat. Heel bijzonder. 500 gedetineerden hebben er gezeten tegelijk. Ja, vertel mij. Ja, het was heel groot. 13 jaar mee bezig om het restaureren. Om het leuk te krijgen voor de buurt. Ja, het worden open tuinen, hè? Ja, heel bijzonder. Ja, dit is de oude Zwartjansstraat, de winkelstraat van het noorden. Het Noordplein. En de eerste Pijnakkerstraat. Zo was het heel vroeger. Ja, je hebt er drie, dat weet ik. Ja, dit is de oud-nieuw situatie. Dan ziet u dezelfde kant van de straat.